En minister Amar Ramadien van Volksgezondheid geeft aan dat het ministerie traditionele geneeswijzen niet uitsluit wanneer het aankomt op het bestrijden van COVID-19. De bewindsman zegt echter dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO officieel nog geen enkele medicijn noch vaccin heeft goedgekeurd tegen het coronavirus. De minister heeft ook gehoord dat er personen zijn die een kruidenthee hebben ontwikkeld die mogelijk zou helpen tegen het virus. Ramadien zegt dat de WHO alles onder de loep neemt, ook de traditionele geneesmiddelen van verschillende landen. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie heeft nog geen behandeling tegen COVID-19. Anders, als er een behandeling was, dan hadden we waarschijnlijk dit pandemisch probleem al sneller kunnen indammen als wereld. Wat onze mening is over traditionele genezing, dat verschilt natuurlijk misschien met dit specifieke geval. Omdat de regering, wat ik u kan zeggen, zich natuurlijk wel openstelt voor traditionele wijzen van genezing. Echter, weet u ook zelf dat Suriname de wettelijke regelgeving hierover nog niet geformaliseerd heeft en er ook nog geen afspraken zijn gemaakt, alhoewel we in een multiculturele en een multietnische samenleving wonen en wij ook weten dat culturele medicijnen en traditionele medicijnen ook gangbaar zijn, maar het ministerie van Volksgezondheid, zeker deze minister van Volksgezondheid, zal uitsluitend genezingen en medicatiemethoden toestaan die veilig zijn voor u als burger. De bewindsman geeft aan dat het ministerie altijd open staat voor dialoog met de cultuurkenners. Er moet een officieel gesprek komen zodat het goed uitgezocht kan worden. Het zou formeel dan een gesprek moeten komen tussen de mogelijke ontwikkelaars van theesoorten en andere vormen van medicatie. Met alle respect, dan kunnen wij met ons deskundigen ook vanuit de universiteit en andere laboratoria en andere instellingen samen zitten en kijken over welke behandelingen specifiek gesproken wordt. Dus nogmaals, ik hoop niet dat het idee gaat leven dat de regering geen respect heeft voor mensen die traditionele medicijnen ontwikkelen. Dat is het absoluut niet. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in hun organisatie ook traditionele genezing opgenomen. En er zijn zelfs meer dan 100 landen in de wereld die wetgeving en kaders hebben ontwikkeld om traditionele genezing binnen landen goed te keuren en toestemming te geven om uit te oefenen. Maar het allerbelangrijkste binnen geneeskunde is dat wij werken met research, onderzoek dus, bewijs dat iets werkt, maar niet alleen dat het werkt, dat het ook veilig is voor iedereen. Aldus minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak afgelopen woensdag over het gebruik van traditionele geneeswijzen bij de bestrijding van COVID-19.